Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste zusters in islam, ik ben zuster Malika en ik ben islamiek coach en therapeut. Dit is de derde video die gaat over verstevigende oefeningen voor de longspieren. Nu, deze oefeningen zijn ook nuttig voor mensen die lijden onder COVID-19. Mensen die hersteld zijn van corona, van het coronavirus, en die dus hun ademhaling willen verbeteren. Maar ook mensen die heel de dag moeten werken of veel buiten moeten zijn met een mondmasker. En die dus eigenlijk niet goed meer ademen. Ze ademen niet meer diep genoeg. Ze ademen heel dikwijls, heel de dag door hun mond en niet meer door hun neus. Ze lopen met hun mond open achter dat mondmasker. En krijgen dus ademhalingsproblemen daardoor. Dus deze oefeningen en al die vorige oefeningen van die andere video's zijn ook geschikt voor mensen die last hebben van COVID-19. Deze video gaat ook vooral voor het versterken en het flexibeler maken van de spieren tussen de ribben. Nu, deze video is een iets grotere uitdaging dan de voorgaande video's. Maar we gaan ons best doen. Hè? Zoals bij andere video's, bij de andere video's, dienen wij op onze houding te letten voordat we van start gaan. We gaan schoon rechtop staan. Nu, degenen die het moeilijk hebben om alles rechtop staan te doen, die kunnen dat met de stoel doen. Nu, sowieso is er bij deze video één oefening die met de stoel moet. Dus bij deze video heb je sowieso een stoel nodig. Oké, we gaan beginnen. We gaan rechtop staan. En deze eerste oefening dienen wij tegen een muur te doen. Of tegen een deur. Dus je gaat met je achterkant tegen een muur staan. Met je hielen tegen de muur, met je achterwerk tegen de muur, met je rug en met je hoofd. Zo recht mogelijk. En dan ga je vanzelf opmerken dat je buikspieren zich opspannen. Dat je mooi rechtop staat. Nu gaan we hier een ademhalingsoefening doen. Tegen die muur. Of tegen die deur. Dus heel je achterkant en je hoofd ook en je hielen ook tegen de muur. En dan gaan we 5 keren in- en uitademen. Terwijl we onze buikspieren opspannen. Nu, mensen die heel slappe buikspieren hebben, die gaan dat bijna niet voelen. Die gaan zeggen, ja, ik kan niks doen, maar dat komt dan met de tijd. Dus we gaan de buikspieren lichtjes opspannen, niks overdrijven. We gaan inademen langs de neus, diep, en dan uitademen langs de mond. Ondertussen houden we onze spieren ingespannen. Inademen. Uitademen. Inademen. Uitademen. Diep inademen. Uitademen. Buikspieren opgespannen houden. Inademen. Uitademen. De laatste keer inademen. En uitademen. En terug helemaal ontspannen. Dus dat kan je tegen een muur of een deur doen, deze oefening. Aan een tweede houding nemen voor onszelf en ons ontspannen. Heel belangrijk dat we ontspannen geraken. We gaan zo een relaxatieoefening doen met de ademhaling. We letten op onze schouders, dus niet gebogen, niet alles ingekrompen, maar open komen te staan. Vertrouwen krijgen. Het leven willen aangaan. Durven aangaan. En vertrouwen hebben en zelfrespect. Schouders achteruit en naar beneden. Borst vooruit. En kin evenwijdig met de grond. Een mooie houding vol zelfrespect. En we gaan inademen diep langs de neus. En als we uitademen gaan we zeggen. Oké, sta stevig. Je kunt dat ook al zitten doen. Hè? Inademen langs de neus. Ah.
inademen. En uitadem. Inademen. Laatste keer. Heel rustgevend. Nu, mensen die heel hard lijden onder een hele lage bloeddruk, deze oefening en met die A, die moet je dan best op een stoel doen, want je kunt er lichtjes duizelig van worden. Nu gaan we naar de tweede oefening en dat is een heel oefening. We gaan onze heel gebruiken daarbij. We gaan eerst onze handen op onze schouders leggen. Voor degenen die pijn hebben aan de polsen, die mogen dat zo doen. Dus we leggen onze hand op de schouder. En dan gaan we onze linkervoet op de grond zetten met de hiel. En de tenen naar boven. Dus zo. De tenen naar boven. En dan gaan we onze rechterschouder naar naartoe draaien. En dan terug. En dan pakken we de rechterhiel en dan met de linkerschouder. En we ademen gewoon in en uit. Rechterhiel. Linkerhiel, rechterhiel, linkerhiel, rechterhiel, linker. Dat is een beetje grappig, hè? Stel dat je zo buiten wandelt. Voilà. Linkerhiel, rechterhiel, heel soepel. Linkerhiel, rechterhiel, linker. Dat is heel goed voor je borstkas. Komt open te staan opzij. Deze draaibeweging. Linkerhiel, rechterhiel en stop. En rustig met de armen naar beneden. Dan gaan we een buikoefening doen. Nu, mensen die fibromyalgie hebben, artrose, of die pijnlijke gewrichten hebben, pijn hebben aan hun pezen, die kunnen deze oefening al zittend doen. En als je gaat zitten, ga dan op de rand van de stoel zitten. De buikoefening. We gaan onze handen in onze heupen plaatsen. Onze heupen plaatsen. En dan gaan we uitademen terwijl we onze knie naar boven brengen. Dus we ademen eerst in. En dan uit. In. Uit. In. Uit, in, uit, in, uit. En traag naar beneden elke keer met je benen. Dat is goed voor je buikspieren. Uitademen, inademen, uitademen. Inademen, uitademen. Inademen, uitademen. Inademen, uitademen. In, uit. Voilà. Dus dat was dus de buikoefening. Nu gaan we naar oefening 4. En bij deze oefening heb je de stoel nodig. En deze oefening is iets moeilijker dan alle andere oefeningen en ook van de andere video's. Dat is een oefening met meer uitdaging. Maar we gaan dat proberen. Dus we gaan op de stoel gaan zitten. Ik ga jullie uitleggen hoe dat het in zijn werk gaat gaan. We gaan ons op ons gemak zetten en we gaan onze voeten iets uit elkaar zetten. Evenwijdig met de breedte van onze heupen. We gaan onze handen op onze billen plaatsen. En wat gaat de beweging zijn? De beweging gaat zijn, we gaan inademen door onze neus als we zitten
En we gaan naar boven gaan en onze armen helemaal uitstrekken, dat die buikspieren goed gerekt worden. En dan gaan we uithalen. Nu, terwijl we die beweging maken, recht staan en de armen naar boven brengen, gaan we tegelijkertijd onze heel die spieren, bilspieren en achterste spieren, helemaal samenspannen. Dus dat is iets moeilijker en je hebt meer concentratie nodig bij deze oefening. Dus inademen, opspannen, naar boven en uitademen met de armen naar boven. Inademen, knijpen, spannen, naar boven, uitademen. Inademen, knijpen, naar boven. Inademen, uitademen. Inademen, uitademen. Inademen, opspannen die spieren naar boven. Inademen, uitademen. Inademen, uitademen. Inademen, uitademen. Inademen, opspannen, uitademen. Inademen, uitademen. En je voelt dat je buikspieren zo gerokken worden. Nee, want die zijn gekrompen doordat we te veel zitten en naar boven gaan. Dus voilà, dat was de oefening. We gaan de rest terug al rechtstaan doen. Stoel terugzetten. Nu gaan we gemakkelijkere oefeningen doen. De vijfde en de laatste oefening. En dat is ook een riboefening. Nu gaan we onze armen, onze handen boven ons hoofd plaatsen. En de handpalmen draaien naar boven. Wat ga je doen? Vijf keren gaan we zo, we gaan 9 keren zo doen, maar we gaan dat 5 keren doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laatste keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En heel rustig naar beneden komen. Dat is een goede oefening voor de rugspieren en voor die ribben spieren daartussen te rekken. We gaan verder. We gaan zo doen weer. Handen in elkaar. Draaien naar buiten, naar boven. Ja, de benen iets verder uit elkaar zetten. En dan uitademen, inademen. Uit, in. Uit, in. Uit, in. En je mag zo'n beetje naar beneden kijken. Zeven. Acht. Negen. Andere kant. 1, 2, 3. Uitademen, inademen. Uitademen, inademen. 7, 8, 9. Terug de andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, uitademen, in, 7, 8, 9 en dan heel zachtjes naar beneden. Dat was de laatste oefening, beste zusters. Nu gaan we afronden met een stretchoefening. De stretchoefening is met onze armen. Dus ik ga dat voordoen.
We gaan uw rechterhand uitstrekken. Dan gaat u met uw linkerhand en uw handpalm naar boven. Dan gaat u met uw linkerhand zo doen. En je gaat trekken, maar zachtjes, hè, niks overdrijven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zachtjes ontspannen. De andere hand. Uitstrekken met de handpalm naar boven. Rechterhand trekken aan de hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, dat waren de oefeningen voor vandaag, beste zusters. Weer al hetzelfde, net zoals de andere video's. Deze video drie maal per dag, 's morgens, 's middags en 's avonds herhalen. Gedurende 1 maand. Je kan deze video afwisselen met de andere video's. Daarna 2 keren per dag gedurende een maand. En dan 1 keer per dag gewoon als onderhoud. Maar je mag natuurlijk ze ook 3 keer per dag doen. Hè. Dat is geen probleem. Beste zusters, de genezing komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is de Almachtige, de Alhorende, de Alwetende en de Alziende. En zuster van mij, Allah kent jouw toestand. Allah weet wat je aan kan en wat je niet aan kan. En hij kent jouw toestand, dus zoek je toevlucht met jouw problemen, met jouw pijn en met jouw verdriet tot bij hem. Allah houdt daarvan. En zoek berouw. Heb berouw. En zoek je toevlucht nooit in haram, mijn zuster. Want haram gaat nog meer pijn, nog meer stress en nog meer verdriet brengen. Maar ook vernedering. Vernedering op vernedering op vernedering. Haram is nooit goed. In geen enkele situatie. Zoek je toevlucht in el-islam. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.